We hebben net een vuurpijl afgestoken. Waarom kan jij verzekeren dat deze het wel doet en die andere niet? Nou, ik denk dat deze het doet omdat het gewicht wat zwaarder is dan de geteste standaardhouders. En ja, de constructie is denk ik iets anders samengesteld, waardoor hij gewoon wat steviger op de vloer staat. Ik werk niet in de vuurwerkbrand, maar ik ben wel een liefhebber. En ik zou het doodzonde vinden dat er geen vuurpijlen meer afgestoken komen worden dit jaar. Mocht de vraag er zijn, dan kan ik er zeker enkele duizenden maken. Maar voordat het zover is, moet de lanceerstandaard eerst officieel worden getest door de inspectie Leefomgeving en Transport. Daar heb ik een aanvraag voor ingediend en ik hoop daar zo snel mogelijk bericht van te krijgen. En zodra dat is, dan breng ik hem zelf naar Den Haag. En dan op de markt? Dat zou heel mooi zijn.